krachten om je heen. Nou, er werken enorme krachten, maar de krachten zelf die zie je niet. De gevolgen zie je echter wel. Je ziet dat die auto van richting verandert, van snelheid en vorm. Dat zie je ook bij deze tennisser. Op het moment dat de bal tegen het racket komt, verandert het racket en de bal van vorm. De bal verandert van richting. En de snelheid verandert. Dus als er één van die drie plaatsvindt, dan kun je zeker ervan zijn dat er een kracht werkt. Er zijn twee soorten vervorming. Elastische vervorming. Als je dan geen kracht hebt, komt de oorspronkelijke vorm weer terug. Zoals bij een elastiek bijvoorbeeld. Bij deze bal. Er is ook plastische vervorming. Dat is blijvende vervorming. Als de kracht niet meer werkt, dan blijft de vervorming. Er zijn vijf krachten die je moet kunnen herkennen. Er komt er misschien nog eentje bij dadelijk. De veerkracht, die kun je ook afkorten met FV. Die ontstaat door de kracht van een veerkrachtig materiaal. De spierkracht, omdat de spieren zich samentrekken, kun je FSP noemen of FS-spier. De zwaartekracht, FZ, de kracht waarmee aarde trekt aan voorwerpen. De spankracht, de kracht in een gespannen touw. En de magnetische kracht, we gaan er eens een aantal bekijken. Hier hebben we de messen, die plakken vast. Die worden op hun plaats gehouden, uiteraard door magnetische kracht. Welke kracht trekt de bal omhoog? Dat is de kracht in de veer, dus de veerkracht. De parachutisten worden omlaag getrokken door de zwaartekracht. En het rubber wordt uitgereikt door de spierkracht uiteraard. Dat is nog een andere kracht. De spankracht, als je hier ziet een balletje en een touw, dan werkt de zwaartekracht omlaag. En de spankracht is dan tegengesteld gericht en dat is de kracht in het touw. Krachten kun je tekenen als een pijl, oftewel een vector. En dan moet je wel opletten waar die aangrijpt. Dat wordt je beginpunt van de pijl. Wat de richting is. In welke richting werkt de kracht? Dat is ook de richting van de pijl. En hoe groot is de kracht? De lengte van de pijl zegt iets over de grootte van de kracht. Als de kracht groter wordt, teken je de pijl ook langer. En dan kun je een krachtenschaal kiezen voor exact de goede lengte te bepalen. Bijvoorbeeld 1 cm komt overeen met 50 newton. Dan teken je 1 cm en dan is die 50 newton qua grootte. Dus je let op het aangrijpingspunt, als de gele auto de rode trekt, de richting van de kracht en de lengte van de pijl is de grootte van de kracht. Hier, de pees van een boog oefent een kracht van 300 newton uit. Teken hierbij de krachtenpijl. Eén hokje komt overeen met 75 newton. Nou, als je dus 300 newton moet tekenen, één hokje 75 newton, wordt die vier hokjes lang voor die 300 newton. Deze man oefent zijn spieren met een expander. De veer oefent een kracht van 120 newton uit op ieder handvat. Teken de krachtenpijlen. Eén hokje van het rooster komt overeen met 40 newton. Nou, dan moet je goed kijken welke kracht je moet tekenen. De kracht van de man op de veer of van de veer op de man. De veer oefent een kracht van 120 newton uit op ieder handvat. Dus dat is naar binnen toe gericht. 40 newton per hokje. En dan heb je het aangrijpingspunt, de richting en de grootte goed. Nou, het zwaartepunt wordt ook wel het massamiddelpunt genoemd. En dat is het verzamelpunt voor alle afzonderlijke zwaartekrachten, zeg maar. De zwaartekrachten werken overal, maar moet je hem dan toch ergens tekenen. Vaak het centrale punt, zeg maar, vaak is dat in het midden, maar bij de mensen is dat rond de navel. En dat is het zwaartepunt, oftewel het massamiddelpunt.